Yo allemaal, vandaag weer een nieuwe Live After eSports. Vorige keer was ik met bulldozers en graafmachines aan het werk en ik hoop dat ik vandaag weer wat gekke apparaten mag besturen. Hoi Nick, goedemorgen. Ik heb versterking meegenomen. Hoi. Dit zijn Paul en Bas van Abian Techniek, ons technisch-tactische duo. Of ze kunnen gamen heb ik geen flauw benul van, maar ze gaan jou vandaag wat technische skills bijbrengen. Goed. Vandaag hebben we de... Ja, natuurlijk, die staat er wel in. Ja. Weet jullie wel hoe zo'n controle werkt? Nee. Nee? Nee. Ja. Opnieuw. Dat was... Oké, daar gaan we. Oh. En wat doen jullie precies bij Abiant? Bas en ik zijn allebei werkzaam bij Abiant Techniek. Wij zijn specialist waar het gaat om werven en uitplaatsen van technische vakmensen. Dit doen we door heel Noord-Nederland. Oké. Okay. Zelf met zich dagelijks installatiemonteurs, elektromonteurs en service engineers. Oké. Okay. En Bas, doe jij hetzelfde werk als Paul? Ja, ik richt mij op de metaal- en werktuigbouw. En hier moet je denken aan lassers, constructiebankwerkers en onderhoudsmonteurs in de industrie. Oké. Ondertussen staat het 2-0, hè? Ja, ik zie het. Ja, wij deden niks meer. Kippertje. Waar gaan we vandaag naartoe? We gaan vandaag naar een goede relatie van Bas. Dat is NG Shipyard in Lauwersoog. NG Shipyard engineert, maakt en ontwerpt eigenlijk diverse schepen in allerlei soorten en maten. Daar kan ik de plekken zien of je kunt sleutelen, lassen en slijpen. Oké, okay, laten we maar gaan, want jullie game techniek is niet zo best. Die zit erin. Hey Herman, dit is Nick. Hi. Hallo Nick. Nick is e-spot bij FC Groningen. Handige vent, technische skills, dus ik zie hem wel een goede sleutelaar voor je. Nou, dat is heel mooi. Maar is goed geregeld, want wij kunnen wel installatiemonteurs gebruiken en goede sleutelaars. Dus we gaan vandaag eens kijken wat Nick allemaal kan. Kun je me wat meer vertellen over NG Shipyard? Ja, wij zijn hier op Lauwersoog. Wat wij doen, wij liften schepen uit het water. Die bieden wij hier de staanplaats op ons terrein. Vervolgens dan hebben wij onze eigen klantenkring daarin, waarvoor wij reparaties uitvoeren. Wij bouwen ook nieuwe schepen van A tot Z. En hoeveel mensen werken hier eigenlijk? Wij hebben 25 mensen op contract. En wij werken met een flexibele schil van plus minus 10 mensen. Maar wij zijn natuurlijk altijd op zoek naar extra mensen. En installatiemonteurs, lassers, aluminiumlassers vooral. Timmermannen, schilders zijn bij ons altijd welkom. Dus we gaan eens even testen wat jij allemaal kan. Nou Nick, wij zijn hier bij de grootste scheepslift van Noord-Nederland. Liften hiermee de schepen uit het water en we gaan eens even kijken of jij daar iets mee kunt. Oké, en hoeveel kilo kan deze lift tillen? Wij liften hier 240 ton mee op een breedte van 10 meter. Zo. Nou Nick, we zijn hier op het nieuwbouwcasco. Dit is René. Hoi, René. Nick. René die is hier aan het lassen op dit casco. En ik denk dat hij jouw hulp wel kan gebruiken. Ik ben hier fundaties aan het lassen voor het stuurhuis. En dan mag jij maar wel mij helpen om die vast te lassen. Oké. Okay. En hoe lang werk je hier nou? Anderhalf jaar. Of okay. iets langer dan anderhalf jaar. Okay. Ja. En wat vind je zo leuk aan dan? Nou, veel verschillende projecten. Natuurlijk nu de nieuwbouw, maar het kan zo zijn dat ik volgende week weer zit te sleutelen aan een machinekamer. Of afwisselend werk en leuke collega's. Nou Nick, we gaan naar onze laatste klus. Dat is een eindje verderop, dus we gaan even een stukje rijden. Is goed, let's go. Nick, we zijn hier op Ecolution. We gaan hier een tweetal problemen oplossen, elektronisch. Eentje fysiek en eentje gaan we met de computer doen.
Oké, en wat is de Ecolution voor boot? De Ecolution is een zelfvoorzienende zeilboot die gebouwd is door de astronaut Wubbel Wokkels. En de bedoeling is dat die dit najaar omgebouwd gaat worden naar waterstof, zodat we nieuwe energiebronnen gaan toepassen in de scheepvaart. Nou Nick, je hebt vandaag een dagje meegelopen bij NG Shipyards. Wat vond je er eigenlijk van? Ik vond het heel leuk. Ik vond het mooi om te zien hoe die grote schepen in elkaar zitten en leuk om eraan mee te werken. Ja, dat is inderdaad het leuke van ons werk. Wij maken eigenlijk van niets maken wij iets. En dat betekent dat er kleine onderdelen binnenkomen en dat we uiteindelijk een compleet varend schip afleveren. Ja. Eigenlijk is het nog een ambacht. Ja. Nou Nick, als je klaar bent met je e-sport carrière, ben je bij ons van harte welkom. Maar voorlopig ga ik maar even weer met deze mannen van ABN Techniek om tafel.